Leuk dat u weer kijkt naar een nieuwe Vraag op Straat. De feestdagen staan voor de deur en het zal u vast niet ontgaan zijn als u al in de binnenstad bent geweest. Want wat ziet de binnenstad er ongelooflijk mooi uit. Maar dat is mijn vraag niet. Mijn vraag van deze dag is, wat gaat Breda met de feestdagen doen? Gaat u uit eten? Bent u lekker thuis? Vrienden, familie? En hoe viert u de laatste uurtjes van 2016? Vraag op Straat vraagt het aan u. Gezellig met de familie. Ja, we gaan toch wel die dagen hier in Breda rondbrengen. Eerste kerstdag, dan komen de kinderen allemaal gezellig thuis eten. Wij gaan de eerste kerstdag naar mijn zoon en schoondochter. En daar gaan wij lekker eten. Nou, volgens mij wordt het een bankhangdag. Wij gaan lekker gezellig met z'n allen eten. Ik ga heel veel shoppen en feest vieren. Ja, ga jij het zeggen? Nee. We gaan gezellig met onze kinderen en ouders bij ons thuis lekker eten. Nou, we gaan bij de kinderen eten. En wat wordt er dan gegeten op zulke dagen? Of is dat een verrassing? Meestal een verrassing. En opa die zorgt voor de knijn? Traditioneel. Vertel. Ik moet het nog echt uit gaan zoeken. Maar ik denk dat het een lekker rollade wordt dit jaar. Dan gaan we vandaag afspreken. Wordt er gegeten? Varkenshaas, boontjes, help me eens, ijsflensjes. Ja, de komet komt weer uit de kast, hè? Dat is een uitdaging op dit ogenblik nog. Daar zijn we nog aan het brainstormen. Ja, we hebben wel een beetje in de blaadjes gekeken, maar de beslissing die valt wat later, denk ik. Maar wordt het iets traditioneels of voor het gourmetten? Of? Nee. Ja, het wordt iets niet over de top, gewoon gezellig. En, we denken dat we voor vis gaan dit jaar. Ja. En niet in een restaurant, begrijp ik daaruit. Dus thuis in de familie. Oud en nieuw, wat gaat u met oud en nieuw doen? Dan zijn we ook gezellig thuis. We zijn niet van de mensen dat we gaan echt in de stad in of zo. Dus we blijven gewoon gezellig thuis. We blijven eigenlijk thuis. Mijn vriend is aan het werk, dus ja. Het ligt op de bank en het zapt. Nee, ook heel speciaal. Daar komt onze kleinzoon en dan gaan we oppassen. En zij gaan feesten wat wij vroeger deden. Oud en nieuw, dat is ook gewoon thuis zitten en niks doen. Met vrienden? Daar heb ik nog niet over nagedacht. Thuis, denk ik. Niet meer op stap, niet meer de kroeg in? Nee, we hebben vier kinderen en er zijn de jongste zijn 16 en er zijn er twee die dus thuis blijven. En de andere twee, drie die gaan op stap. Dus het is een beetje afwachten en we willen graag toch als baken thuis zijn als voor het geval er wat gebeurt. Leuk dat u weer gekeken heeft naar een nieuwe Vraag op Straat. En vergeet niet onder dit filmpje te reageren, want wij zijn heel benieuwd wat u met die feestdagen gaat doen en hoe u oud en nieuw gaat vieren. Dank u wel voor het kijken en graag tot ziens.